Igor Seisling hoopt voor de tweede keer het tennistoernooi van Theon International op zijn naam te schrijven. Het lukte hem eerder in 2011. En nu staat hij in de finale tegenover de Bosnier Damir Dzumhur, nummer 1 van de plaatsingslijst. En die zorgt voor de eerste break. Al vroeg in de eerste set. En gaat dus op weg naar setwinst. De set gaat ook naar Dzumhur, de nummer 98 van de wereldranglijst. En die lijkt dus op weg naar een eenvoudige overwinning. Maar dan de tweede set. Seisling breekt terug. En is van zins om de stand gelijk te trekken. Nederlander komt iets beter in zijn spel. Hij is op de terugweg van een knieblessure. Deze bal van Dzumhur is uit, dus gaat de tweede set met 6-2 naar Igor Seisling. Dan de derde set. De Amsterdammer is inmiddels gebroken. En door deze afzwaaier zelfs voor de tweede keer. Dat betekent dat Dzumhur een grote stap neemt naar de toernooizegen. Seisling serveert. En Dzumhur is één game verwijderd van de overwinning. Timo de Bakker en Yasuo Dagalung werden allebei in de eerste ronde al uitgeschakeld. En dit is het mooiste punt van de wedstrijd. Komt op naam van Damir Dzumhur. Die gaat zijn vijfde challenger titel in de wacht slepen. Dit is het matchpoint voor de Bosnier. Seisling komt nog naar het net, maar is niet tegen deze slagbestand. Hij kon het niveau van de tweede set niet vasthouden. Hij begon ijzersterk in de eerste en ik moest echt mijn ritme vinden. Dat vond ik in de tweede, alleen ik kon het niet zo lang doordrukken als dat ik de vorige wedstrijden heb gedaan. En dat is ook een kwaliteit van hem, natuurlijk. De troostprijs gaat naar Igor Seisling. De beker en ruim 6000 euro voor Damir Dzumhur uit Bosnië en Herzegovina. Dat waren de mannen. Dan de damesfinale. Die gaat tussen de Belgische Marie Benoit en de Kroatische Tena Lukas. En Benoit wint in 3 sets met 5-7, 6-3 en 6-4. En wint Theon International 2015.